uitleggen over de drie fasen. De meeste stoffen kunnen voorkomen in drie fasen. Denk aan water, hier uit de kraan komt het voor in de vloeibare fase. Hier is het sneeuw, is het uiteraard de vaste fase. En de laatste is een beetje vreemd, dat is de gasvorming fase, want daar is het niet meer zichtbaar. Als water kookt, dan is een deel vloeibaar en een deel is gasvormig. En de bellen die ontstaan zijn waterdampbellen en die zie je niet, dus is het een gas. Hier hebben we een fluitketel, water kookt en dit wolkje, dat is geen stoom, maar dat zijn druppeltjes water. Die kun je zien. Dus ik heb hier de vloeibare fase, want ik kan de druppeltjes zien. Hier is het waterdamp in het begin, daar is het boven de 100 graden Celsius en daar is het een gas. Dus waterdamp is een gas en hier koelt het gas af en dan ontstaat er condensatie en heb je de vloeibare fase. Dus we hebben drie verschillende fasen waarin de meeste stoffen voor kunnen komen, vast, vloeibaar en gas. Als we nou nog even analyseren hoe dat kan. Nou, bij een vaste stof, daar zitten de deeltjes, de moleculen, heel dicht bij elkaar en die trillen. Dus een vaste stof heeft een eigen vorm, dus het is heel moeilijk samen te persen. De moleculen zitten op een vaste plek. Ja, het volume is dus eigenlijk wel constant, want het is lastig samen te persen. Als je nou de temperatuur zou verhogen, gaan die moleculen harder bewegen en dan kan die overgaan in de vloeibare fase. En daar bewegen de moleculen kriskras door elkaar. Nou, het volume, denk aan een waterdruppel. Als die valt, is die anders die vorm, dus dat is geen vast volume. Het totale volume is zeg maar wel gelijk. De moleculen bewegen door elkaar, dus je hebt geen vaste plek. Als je nou nog verder beweegt, als je de temperatuur nog verder verhoogt, gaan die moleculen nog sneller bewegen, kriskras door elkaar. En een gas heeft geen eigen vorm uiteraard. Moleculen hebben ook geen vaste plek. En een gas is makkelijk samen te persen, dus heeft ook geen constant volume. Als we nou naar weersverschijnselen kijken, gaat het gewoon over water en de fase. Nou, wat zien we hier? De dauw. En dat ontstaat als er veel waterdamp in de lucht zit en de temperatuur daalt 's nachts. Dan krijg je condensatie en dan zie je dauw, vloeibare fase. Hier zien we mist en mist is zichtbaar, dus ook de vloeibare fase, niet gasvormig dus. Hier op het takje zie je rijp, als de temperatuur onder 0 graden Celsius ligt, wordt de waterdamp in één keer vast. Dan heb je rijp op het takje, de vaste fase, dat zie je ook in de diepvries. Dit is ijzel, dat is de vaste fase. In de lucht is het echter vloeibaar en komt het op een koud oppervlak, dan wordt het in één keer vast. Levensgevaarlijk ijzel. Nou, als een sneeuwvlok bekeken wordt met een vergrootglas of een microscoop, dan zie je een kristalstructuur. En dat is een heel regelmatige vorm. Dus hier zie je een ijskristal. En gewoonlijk bestaat dat uit 6 takjes, zeg maar. Dat was het einde van de les.